hoe het uitpakt in de caravan. Het is chaos. Moet ik je helpen? Welkom in deze nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Dit is een vlog waarin ik laat zien wat ik zojuist bij de Action heb geshopt. Om onze caravan, die best wel oud is, een beetje een makeover te geven. Laat jullie nou even zien wat ik heb gekocht. En ik hoop dat het nog lang genoeg licht is om die caravan vandaag ook eventjes echt een makeover te geven. Dus dan laat ik jullie ook het voor- en het nabeeld zien op het einde van dit vlog. Hier komen de spulletjes die ik bij de Action heb gekocht voor... €89, maar er zaten wat spelletjes van de kids bij, dus ik denk rond de 80, 83 euro heb ik betaald. Oké, ik begin even met de saaie praktische dingetjes. Om muggen tegen te houden. Je kent ze wel, citronella. Dit voor in een lampje dat ik jullie dadelijk laat zien. Een flexibele waslijn. Nou komen de leuke dingen. Een rekje waarvan ik hoop dat we het kunnen aanbrengen aan de muur. Dit zijn allemaal van die olietjes, geurtjes voor in deze geurlamp. 2 kaarsjes. Oh, daar gaan de campingbekers van bamboe. Een hangertje, kussensloopjes. Dit is ook voor aan de muur te bevestigen. Een waterfles, een vaasje en olifanten. Die kunnen jullie misschien zo beter zien. Posters, 17 stuks per verpakking. Mandjes. Altijd handig in een caravan. Dit is dus die mooie lamp waar ik dat lampje voor heb gekocht. Geen idee jongens. Verklaar me voor gek. Ik vond hem grappig. Hier om iets op te hangen. Er zitten zo haakjes aan. Een wereldbol in de juiste kleurtjes. Dan heb ik 2. Ik ben altijd de naam kwijt. Matten. Dit rekje. Voor mooie kaartjes of wat dan ook aan te hangen. Een mandje voor fruit en een mandje, ik dacht voor was, maar daar moet ik even goed over nadenken, want dan wil ik geen natte spullen ingooien. Dus dit is wat ik heb gekocht. Ik ben er heel blij mee en ik ben super benieuwd hoe het uitpakt in de caravan. Of het überhaupt past, of we dingen kunnen vasttimmeren, schroeven. Wat ik doe met dat soort losse decoratiedingetjes, terwijl we rijden. Nou ja, let's go. Nou, het begint al donker te worden, dus ik denk dat het me niet lukt om de before laat ik jullie nu zien, maar de after situatie zien jullie pas als ik morgen op de camping ben. Dus dat volgt nog in deze vlog, maar voor mij is het dus nog een nachtje wachten. We hebben de campingtafel al getransformeerd tot bed. Hier slapen de kids, omdat als we morgen aankomen is het avond en eten we buiten en kunnen de kids meteen naar bed. Ja, die gordijnen gaan niet meehelpen. En ook niet dit bruine. Eigenlijk moet het wit geverfd worden. Maar we zijn nog aan het twijfelen of we daar nu in willen investeren. Zeg maar, gezien de plannen die we nog hebben in de toekomst. Ja, hier ga ik niks aan doen, denk ik. Oké. Let's see what we can do here. Hey you guys. Het is chaos. Vanavond om 4 uur, dat denkt Maarten, dat dacht ik ook, zitten we in de auto met de caravan achter ons en gaan we een gezellig weekend tegemoet. We gaan kamperen in de buurt bij onze vrienden in Apeldoorn op een superleuke camping. Maar omdat ik dus gisteren spontaan had besloten om een caravan makeover te doen, heb ik andere dingen moeten laten liggen. Want de kids zijn thuis, want het is vakantieperiode, Maarten is werken. Naast koffer inpakken, huishouden doen, de kids vermaken en dus die caravan inrichten. Ja. Dus. Ik laat jullie heel even de zooi zien. En dan ga ik pas weer vloggen op het moment dat we aangekomen zijn op de camping. Als het goed is, als wij om 4 uur vertrekken, dan zouden we om 6 uur op de camping moeten zijn. Ik heb gelukkig wel... oppas geregeld, zo slim was ik. Ik heb vandaag 2 uurtjes oppas geregeld, dus dat is super fijn. Volgens mij gaat Leal naar bed. Ik laat jullie de zooi zien en dan zie ik jullie terug op de camping. Oh, goed zo, dankjewel. En hier allemaal spullen die grotendeels de caravan nog in moeten. Dus, in Apeldoorn. We zijn er, Camping de Wiltenkamp, en het is onvoorstelbaar. We zijn 5 minuutjes hier en Nick heeft al vrienden gemaakt. Zo leuk hoe dat gaat bij kinderen. Dit is helikopter. Ik zie het, jongens. Wacht. Mama, kan jij erop? Dan moet je hierop zitten. Oké, doe jij mij vloggen, goed? Stappen. Stappen, ja. Een leuk ding. Nou, die skelters en steps die zijn hier gewoon van de camping. Lea had ik al moeten omkleden omdat die zich helemaal ondergeplast had, ondanks luier. Morgen ontmoeten we hier onze vrienden die we in Frankrijk hebben leren kennen. Die wonen dus hier in de buurt, 5 minuutjes hier vandaan. En dan gaan we leuke dingen samen doen. De kinderen rennen over de hele camping. Ik ga even kijken. Oeh. Nee, Nick! Mama, kijk wat. Ik kan het wel. Wow, goed zo. Dit vind ik superleuk. Wat vind je superleuk, schat? Ja? Lekker ding. Ze hebben hier wat meer te kletsen. Ja? Kijk. Ja? Oh. Dat is leuk. Wat is dat, Nick? Een waterpomp. Super. Het is zaterdagochtend. We hebben heerlijk geslapen. De kids waren laat in slaap gevallen, dus ze hebben ze ook een beetje uitgeslapen. En we zitten in een gebied waar heel veel parachutisten omlaag komen. We zagen dan alleen net eentje waar zijn parachute dus verdraaid was. Dus die is niet geland zoals het hoorde. Het zag er een beetje eng uit. En Maarten is nu die kant op. Alhoewel ik verwacht dat dat wel gespot is door mensen die daarbij horen, maar dat is een beetje een eng idee. Vanuit ons wc-raam zagen we dat hij aan het balletje ligt. Kijk eens. Lea gaat me helpen met het dekken van de tafel. Hier gaan we even ontbijten zo. En Nick gaat even zijn flesje vullen. Hey Nick, het was nog goed gegaan met de parachutist. Papa was even gaan kijken, schat. Ja. Wat was er aan de hand? Hij was met de reserveparachute omlaag gegaan. En had hij de eerste parachute, die was een beetje in de knop geraakt. Dus die had hij losgemaakt, die kan hij losmaken. Jongens, we gaan even de wc's verkennen. Wow. Oeh, die doet het bij ons? Jazeker, dan halen we het weer. Ja, hè? Ik wil ook bij dat spul. Oh, wat leuk, ga maar eens kijken. Waar zijn we ook alweer, schat? Ik weet niet waarom. Hof van Twello, toch? En dan blote voetenpad, hè? Ja, en een beetje een biologische winkel. Oh, daar, kijk. En daar is Linda. En de baby. Inderdaad, ik mag ook meelopen. Yay. Super leuk dit, jongens. Nou jongens, schoentjes uit. Want we gaan lekker op blote voeten. Ja, op blote voeten. Ja! Hoor je dit prikken? Wat is het? Oh. De varkens is door de modder. Oh my god. Wat is dit allemaal? Oh, wacht even. Moet ik je helpen? Moet ik je helpen? Het is voor de saai. Oh, dit is nog maar het begin, hoor ik van Linda. dat is dus een hotel. Daar wilden we eigenlijk eerst overnachten. 300 nog wat euro per nacht, maar het ziet er wel echt super vet uit van binnen. Hotelsuites.nl. Mama, pas op, een mega gouden. Hoi, goedemorgen. Ja! Vertel eens wat er gebeurde. Ja, hij pakt het ding uit de schuur en fietst zo terug naar de camping. Zonder. Papa, wil je mij interviewen? Tuurlijk, meisje, kom eraan. Daar komt hij. Nicky, je bent de held, jongen. Gaan we hem hier ophangen, Nick? Ja. Ik laat jullie nu zien hoe de caravan er nu uitziet nadat al wat klusjes geklaard zijn. Leuk dat je keek naar deze vlog en wellicht tot de volgende vlog. Doei doei!